Goedemorgen. Goedemorgen, Roek. Dit is echt een familie. Dit is een familievlog. Het is vandaag de 27e trouwdag van onze ouders. Livia is aan het sturen. Nee. Oh nee, daar stop. Jill is lekker met Roek in bad. Nou, het ging hartstikke relaxed met die baby's, toch, jongens? Woehoe! Al apartment. Ik ben nu heel blij, maar ik ben benieuwd of het straks wel mooi. Eerste ingeving vind ik het klein. Welkom bij weer een nieuwe weekvlog. We doen dit heel snel eventjes in de auto, aangezien we in ons inkoopseizoen zitten. Baby's thuis, afgeleid. Stress. Dus vandaar sorry voor alle vertraging van de vlogs. Maar we doen echt ons best. Vandaar dat we nu in de auto, ik sta hier dubbel in de straat, het gaan doen. Buiten het feit dat ik natuurlijk door Sting hier echt eventjes niet bij was met mijn hoofd. Nee. En dat kan natuurlijk ook gebeuren. Maar we doen echt ons best om te blijven vloggen. Wat je allemaal in deze week gaat zien is het voornamelijk, dit is echt een familie. Dit is een familievlog. We gaan heel leuk met de ouders hun 27-jarige trouwdag vieren bij Haverleek in Jachthaven Kortrijk. Ja. Ik en Mike die gaan voor het eerst bij ons appartement kijken naar 2 jaar te hebben gewacht. Dus ja. Onwijs spannend. Dus ben je benieuwd? Blijf deze weekvlog bekijken. En voortaan gaan we gewoon weer elke 2 weken een vlog voor jullie uploaden. Dus blijf ons supporten en love liners. Vandaag gaan we een dagje naar het fam zijn. En ik heb ons allemaal hetzelfde gekleed. Ik heb chroomharts aan en kleine... Rocket? Oh. Wat wil je doen? Die heeft geleerd te draaien. Hoe leuk. Ik heb hier al zo'n ding. Maar ik vind het ook leuk om het zo te zitten. En Rocket heeft ook chroomharts aan. Hey Manny. En dan heb ik voor Bel of Lilo een vestje. En in de tas zit al een t-shirt. Hoe leuk, mijn panter. Nou, eventjes anders neerzetten. Hey, goed zo. Rocket. Koekoek. Hey. Hallo, mannetje. Oh, hij is alweer 5 maanden. 5 maanden ben je alweer. Livia heeft dit chroomhartsvestje aan. Nou, Rocket had het al aan. En kijk, kleine. Bel heeft ook een chroomhartshirtje. Met je gekke tante. Ja, je mooie chroomhart. En Marie heeft ook een chroomhartshirt aan, dus dat is helemaal top. Oftewel, de chroomhartsfamilie. Oh, je moet je foto van maken. Oké. We zitten als een of andere stoet. Interessant. Marie, jij moet het even naar achter doen. Dan hebben we mij. Dan hebben we Jules. En dan hebben we Romee met Bel en Jules met Rocket en mama. Kunnen we anders even met iedereen lunchen met 3 buggies? Zo gaan we allemaal achter elkaar lopen. Gezellig hoor. Help je? Is dit een mooie camera? Hallo. Ja, je bent zo gezellig. Ja, jullie zien ons ook met 3 kinderwagens over straat lopen. Hoe vinden wij dat om met 3 zussen zo op straat te lopen? Ja, voor ons is het eigenlijk nu normaal geworden. Ook omdat we z'n drieën gewoon zwanger waren, alle 3 in buik. Maar het is natuurlijk heel erg bijzonder. Ja. Dat je gewoon nu zelf in dezelfde fase zit. En ik ben altijd natuurlijk voor op jou. En jij loopt weer voor op Bel met Romee, met de rokstapjes. Dus precies superleuk. En ja, iedereen heeft ook zijn eigen specialiteit, vind ik ook. Ik vind dat Romee en Dani het hele co-ouderschap met werk echt super top ook regelen. Ja, dat hebben zij tot nu toe wel. Het beste. Ja, ik denk ik misschien wel met de flessenvoeding en met een oppas dat ik meer iets meer afstand kan nemen van de baby. En jij en Jim doen ze gewoon heel veel zelf, maar ook heel goed in elkaar een beetje loslaten. Elkaar loslaten en plannen. Dus eigenlijk, wat is iedereen zijn kracht? Ik denk iedereen wel echt gek is voor de baby, maar om het zoveel mogelijk in hun eigen ritme te laten passen. Ja, we laten niet elkaar beïnvloeden. Bijvoorbeeld als Livia een hele nacht heeft, nou prima, weet je, niet bedweters dat je zegt je moet het zo of zo doen. We laten iedereen wel echt nee, Rob slaapt nog steeds in bed. Bel slaapt in haar eigen bedje en Livia ook. Ja, dus dat vinden we ook typisch iets voor Julia. Lekker. Gewoon doe je ding en waar je prettig bij voelt. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. En qua hapjes. Ja, ik denk dat Romee alles vers gaat maken. Ik haal alles uit potjes. De en eerste heb ik ook alles zelf gedaan. Maar goed. Dus ik denk dat daarin dat ik misschien het makkelijkste ben. Dat wel. Ik gebruik gewoon Zwitserland. Maar die gebruikt dan iets biologischer. Merk qua billendoekjes. Daarin. Ja, maar je zal nooit je kind croissantjes en chips nu al geven wat niet mag. Nee, tuurlijk niet. Nee, maar ik heb gisteren wel een raketijsje gegeven. Oh, omdat hij zo pijn aan zijn tandjes had. En ik denk, een raketje van Rocket, raket. Nou goed, dat was een grapje, maar goed. Dus ze zijn zeker wel alle 3 gewoon hele goede mama's. En doen het allemaal op ons eigen tempo. Ja. En de baby's zijn allemaal gelukkig, dus dat is gewoon het belangrijkste. Zoals je misschien weet, heb ik geprobeerd te vloggen. Is niet gelukt. Jullie weten zelf ook dat er vorige week geen vlog was. Ik vind het heel lastig om vrolijk te doen en vrolijk te zijn op de vlog. En me verdrietig filmen, ja, dat is niet echt iets voor mij. Maar ik heb het heel zwaar met Stinky.
kan mijn naam ook niet zeggen. En verder ook niks over kwijt. Maar ik wilde vandaag wel echt filmen. Want vandaag gaan we voor het eerst ons appartement zien. We hebben alle tekeningen uitgewerkt samen met Grant & Johnson. Het is een architectbureau. Vandaag komt ook Creative Minds voor ons hele appartement te bekijken voor betonsuree. We willen alles hetzelfde gestuukt hebben. De muren, de plafond, de vloeren, de kasten, de tafels, de keukenblad, noem maar op. Alles één geheel is. Dus de basis is gewoon heel strak en heel mooi. En dan komen mama en papa ook nog even kijken. En Michael natuurlijk ook. Enige die niet mee kan is Kleine Rok. Nee! Want er mogen nog geen baby's op de bouwplek. Hè, Kleine Rok? Dus die is vandaag gezellig met Joyce. Joyce is onze oppas. Maar ja, oppas is een beetje een stom woord, vind ik. Want het is veel meer, hè. Het is ook je beste vriendin, hè, Rok? Maar kijk hiernaar, ik vind het geweldig. Ik ga jullie vandaag even meenemen in de vlog van ons nieuwe appartement. En dan hoop ik dat jullie me aan het begrijpen dat we wat minder actief zijn. Ik snap wel, we hebben heel vaak geen vlogs, maar ook wij zijn gewoon mensen. En wij kunnen af en toe ook privé dingen hebben wat we liever niet willen vloggen of daar niet over willen uiten. En ik draag vandaag het Reiners t-shirtje met de Reiners pants. Hè? Maar nu ga ik nog even genieten van dit kleine manneke. Ja. Ik heb bijna nooit de camera voor jou erbij gepakt. Maar het is natuurlijk wel een heel interessant ding. Maar ik kreeg je ook nooit met telefoon, hè? Nee. We spelen alleen maar met speelgoed. Oké. Wij lopen naar ons appartement. Hier zit ons kantoor. En ons appartement zit eigenlijk, nou, overkant wil ik niet zeggen, maar nou, 5 minuten lopen. Eigenlijk moet het timen. Steenworp. Steenworp afstand. Want we gaan nu het hoekje om. En, oh, je ziet het nog niet. Het zit eigenlijk daarachter. Nou, oh kijk, je ziet daarboven al iets uitkomen. Nou, daar wonen we. Heb je er zin in? Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd. Woehoe! Oh, appartement. Ik ben nu heel blij, maar ik ben benieuwd of het straks wel ook mooi. Ik hoop het. Ziet er wel mooi uit aan de buitenkant. En wel onze kleuren. Glas, nude, like I'm nude. Minimalistisch. Hè? Minimalistisch. Minimalistisch, glas. Daar ben ik wel heel blij mee. Het heeft niet zo'n oranje buitenkant. Of dat je denkt, ugh, dat is mooi aan de, lelijk aan de buitenkant, maar mooi aan de binnenkant. Ik ben benieuwd. Ja, we moeten een helm op en al, hè? Nee, joh. Hoe leuk. Wij zitten aan de andere kant, dus dit is niet onze kant. Maar ik ben heel benieuwd. Heel benieuwd. Met een helm. Met de crew. Hier komt het zwembad. Nee, grapje. Gaan we hier wel een zwembad kunnen doen. Ja, hè? Lekker een beetje zo gezamenlijk. Ja. Jip, jip. Oh my god, zo grappig dit. Ik ben echt naar binnen gewend met Mike. Ja, zo wordt het balkon. Die grote. En loopt hij daar door? Ja, naar onze slaapkamer. Oké, nou we zijn er nu. Eerste ingeving vind ik het klein. Je hebt natuurlijk alleen maar de tekeningen steeds. En dan, ja oké, wacht. En dan heb je alles heel groot in je hoofd. Kijk, hier kom je binnen. Dat is de boiler. Een washok gewoon. Ja, dat is niet heel interessant. Dan kom je binnen. En deze hal was in mijn mind echt mega lang. Maar die is best kort. De badkamer wordt helemaal veranderd. Oké, er wordt een schijf bij. Dit moet nog open worden gemaakt, maar ik weet niet waarom ze het dan dicht hebben gemaakt. Als dat het tekenen waren. Maar het is wel heel lekker licht. Dat is zeker waar. Maar je hebt hier nog een stukje, klein stukje balkon, maar dan kan je dus niet naar buiten. Ik mis zo'n raam. Wat een lelijke hendels. Alle plannen ga ik jullie nog later uitleggen. Maar ik vind wel mooi dat die ramen van boven naar beneden zo zijn. Nou mensen, je verwacht op papa en mama. Ik kan ook even kijken. Wel een mega uitzicht, dat is wel echt zo. Maar het is lastig nog te zien met alles. Maar je ziet de zee helemaal daar. Oké, Mike en ik zie je in ons nieuwe appartement. We gaan jullie meenemen in het hele proces van designen. We hebben ons architect Grant & Johnson's. En we gaan alles betonsereden door een hele goede partij ook. En daar gaan jullie ook in meenemen. Het wordt heel minimalistisch. Ik heb nu ook wel echt de smaak van Shield te pakken. Maar voor mij wordt het denk ik nog wel iets gezelliger. Dus de aankomende vlog wordt echt een soort van bouwvlog. Want we gaan jullie zoveel mogelijk nemen in ons interieur en de afspraken. Dus nu zie je sneak peek van ons appartement. Helemaal nog kaal en nog niks in. Heel veel glas. Ja, wat vond je ervan? Je eerste indruk? Want Shield heeft het dus gewoon niet gezien vanwege corona. Dit was echt de eerste keer. Het was dus misschien een beetje depressief eerste indruk. Omdat ik gewoon, je hebt alleen maar met mijn tekening bezig. En dan is het zover en heb je alles anders in je hoofd. Maar het ging langzaam even landen. En dan, ja, het is een prachtig appartement. Dat weet ik zelf ook Ja, wel. Je moet ook heel blij mee zijn. Shield woont echt dichtbij het kantoor straks. Je hebt duinuitzicht. Je hebt een heel mooi groot balkon. Ja, dus alles wordt straks helemaal onze stijl ook. Dus we zijn super benieuwd. We zijn nu druk bezig met alles. Dus gaan we jullie meenemen. Goedemorgen, het is vandaag de 27e trouwdag van onze ouders. Dus we gaan heerlijk varen bij Jachthaven Kortenhoef. En dan gaan we heerlijk logeren bij Haven Lake Village. En dan wordt het eten verzorgd door Docs. En dat heb ik voor Mike's verjaardag toen georganiseerd. En dit was zo top. Ik zou het echt iedereen aanraden om een heerlijk dagje met de boot te varen en heerlijk te eten aan boord. Want het is echt geweldig. En daarna in de huisjes, voornamelijk ook met baby's en families. Die weten wat ik bedoel. Als je dan gaat avondeten, ben je lekker.
lekker in je huisje. Heb je alles bij de hand. Het eten is heerlijk. En het is super leuk nu om er even tussenuit te gaan. En gewoon in de buurt. Ja, voor ons is dat nog een uurtje rijden. Maar het is zo leuk. Dat we het iedereen zouden adviseren. En nou, ik heb het georganiseerd samen met mijn kruiswesters. En papa en mama halen dan mij, Mike en Rok straks op. Goedemorgen, Rok. Rok die krijgt tandjes, denk ik. Dus die is alleen maar aan het bijten. En dan gaan we rond 12 uur gezellig varen. Marie is naar Skins geweest voor een heerlijk pakket voor mama en papa. Voor papa hadden we al Yeezys gekocht bij Sneaker Legend. Maar die heeft hij al uitgepakt en gedragen. Dus die zal hij vast wel aan hebben, papa kennende. En Daan en Romee hebben nog een gedicht geschreven voor papa en mama. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dus we hebben ons best gedaan. En ik heb eigenlijk alle spulletjes al ingepakt voor wat we straks nodig hebben. Ik moet me nog aankleden. Ik ga me niet make-up, want Marie en Romee doen het ook niet. Anders ben ik de enige zus straks met fully glam. Dat is ook een beetje stom. Rok heb ik ook al aangekleed. Kijk, kijk. Hé, Rok. En dit is voor Rokke de tweede keer dat we daar gaan overnachten. En het heeft super lekkere bedden. Donkere kamers voor de baby's. Dus echt alleen maar pluspunten eigenlijk. Alleen als het wat slechter weer is, is het wat minder leuk. Maar goed, dan had je de hele dag binnen leuke spelletjes kunnen doen met de familie. Daar zijn we dan ook weer van. Hé, Rok. En ik voel me nog steeds niet helemaal mezelf. Ik doe mijn best, maar ik heb het onwijs zwaar. En ik kan het eigenlijk ook niet over hebben, want anders krijg ik weer tranen in mijn ogen. Maar goed, Stinky gaat ook gewoon mee. Dat bedoel ik natuurlijk zijn as. Die gaat bij mij overal mee. En ik heb natuurlijk nu die tatoeage waar ik me heel dierbaar en hechtbaar... Hoe je deze woorden weer. Het is me heel dierbaar. Want dan heb ik toch het gevoel dat hij altijd bij ons is. En elke keer als ik Rocket vasthouden, dan houdt Stinky Rock ook vast. Dus ja, het is niet anders. Maar gelukkig zijn er geen hondjes toegestaan bij Haven Lake Village. Dus ik heb er van de vorige keer niet een herinnering aan met Stinky. Dus het scheelt weer. Hé? Gelukkig heb ik Rocket om de hele dag te knuffelen. Ja, Rok, het is al 5 maanden. 5 maanden. Al 5,5. En hij is zo zwaar, oh mijn god. Dus nee, we gaan er een leuke dag van maken. Ik heb al veel te veel gepraat. En we gaan jullie meenemen vandaag. Ga maar de steen in, Rok. Ga een nachtje weg. Kijk hem lachen. Hoe ga je een nachtje weg? Allemaal verzamelen. Alle baby's. En we hebben het mooie weer meegenomen. Woehoe. Dag Romee, dag Bel. Oké, ik ga nu opstaan, Bel. Moet ik even helpen? Nou, mijn tasje gaat wel vallen, ja. Kijk. Wat? Of het niks is. Wat een mazzel met het weer. Heerlijk aan het varen. Hallo. Is het lekker op de boot? Olivia, lekker hè? Alles heerlijk op de boot. Mannen, mijn mannen. Hallo. Hallo Rocket. Het eten hebben wij weer heerlijk aan de boot. Broodje. Volgens mij met die kleine boosters. Gaat zwemmen hoor. De daddy's allemaal. Jongens, de boot gaat door. De water is echt lekker hoor. We hebben het koud al. Koud jongens. Hi mam. Hoi. Nou, het eten was helemaal niet lekker. Alles is bijna op. Ja, ik vind dat niet altijd lekker. Nee, er komt ons reddingboei. Oh jeetje. Bommetje! Ik heb nog zo geen bommetje! Lekker hoor! Zullen we haar er ook? Nee. Enjoying to the fullest on deck. Nee, ik ben niet topless hoor. Kom maar bij haar. Woehoe. En ondertussen is dit meisje mijn. Yeah. Hallo! Livia is aan het sturen. Samen met papa. Er staat te veel gewicht aan de linkerkant. Ja, dat is waar. We moeten een beetje fixeren. Leuk. Oké, ik ben dus de eerste keer in Heaven Lake. Ik vind het echt bizar mooi. Hier slapen mama en papa. En het uitzicht is echt niet normaal. We hebben massa ook met het weer. Nou, dit is de badkamer. Echt prachtig. Jij en ik zijn alles aan het bestuderen. Omdat we natuurlijk net nu in het midden in onze eigen gebouw zitten. Hoe mooi is het met het daglicht. En ik ben hier met Livia. Jij en ik gaan hier slapen. Ik heb alweer een troepje van gemaakt, mijn schoenen. We gaan hier het bedje van Livia neerzetten. Gaat zij even lekker slapen. En je hebt buiten gewoon ook nog een bad. En kijk even je uitzicht met al die boten. Is toch prachtig? Echt, I love it. Dan is dit de living. Dat is de heerlijke keuken. Oh, ga je lachen? En je hebt een heel buitenterras. Kijk hoe lekker. Dus
Hier gaan we even lekker zonnen, lekker hapje eten. Je hebt hier een net waar je op kan liggen. En Romee en Daan en Jos aan het huisje hiernaast. En we gaan vanavond heerlijk bij het restaurant Docks eten. Ze hebben het echt hier heel leuk gedaan. En we hebben een heel handig bedje van Luna. Die gaan we nu voor het eerst keer gebruiken voor Lydia. Ze heeft thuis heeft ze al een paar keer in geslapen. Ja, ja, ja. En die is dus heel makkelijk in gebruik. Hoi! Koekoek! Dat wil je zelf zien, hè? Hey! Oh, hallo, hallo. Zo ga je wel kruipen in bed. Tadaa. Ik doe het naar beneden, girls. En je bedje staat gewoon al klaar. Ik heb er gewoon een beetje zo'n mooie taupe grijs tint. Matrasje zit erbij. En Livia kan hier nu heerlijk in slapen. Ga je lekker slapen? Tadaa. En natuurlijk heb ik ook haar eigen slaapzakje mee. Stuit het. Onze eerste steekkeetje aan. Ja. Ja! Kom maar, Lilo, kom maar! Kom maar naar mij! Ja! Kom even dansen! Woe! Kijk, ze gaan! Ze komen eraan, hoor! Oh nee! Daan, stop! Blijf mijn bek af, kan niet meer! Hij is wel gaan, hè? Gaan we terug? Ja, dag! Het is 2,5 uur, dat is 4 uur! Het is 1,5 uur, pijn! Een drankje voor onderweg meenemen? BVO'tje. We gaan in bad. Hoezo? Ik heb gewoon zeggen wat. Ze kan twee keer in bad. Jill is lekker met Roek in bad. En ik ga er met Livia bij. En Livia heeft de camera vast. Laat los. Hoi. De gamba. De risotto. De steak. En de zeetong. Wat zitten we heerlijk. Ik kan ongelooflijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. We zijn wakker geworden. Het weer is echt totaal anders dan gisteren. We hebben echt heel veel mazzel gehad. En wij zitten nu met z'n allen lekker aan de breakfast. Aan de breakfast. Joe. Wij zijn de crème familie. Crème. Ik niet. Romee, wij zijn zwart. Livia Belly zit hier. Oh. En Bel. Ja, jij bent pink, hè? Mama. Ja, wij zijn van de wit een beetje. Pinkie. Ja, ga lekker wat eten vandaag. Ja, roze. Ja. 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 Koekoek. Koekoek. Broekie. Hallo! Nou, het ging hartstikke relaxed met 3 baby's, toch, jongens? Oh, sorry. Wat zei je? Dat het hartstikke relaxed ging met 3 baby's. Nee, joh. Gisteren sliepen ze alle 3 dezelfde tijd. Wel lekker gezond, lekker gegeten. En ik ben verliefd op. Waar is je knuffel? Rocket! Rocky! Rock! Hallo! Koekoek! En de trouwdag van mama en papa. Nou, we hadden dus super mazzel met het weer. Het was de hele week aan het regenen. We wilden het eigenlijk in het weekend wilden we het vieren. Alleen toen waren ze druk bezet. Toen zeiden ze, nou kun je alsjeblieft niet op donderdag. Nou, wij zijn natuurlijk allemaal eigen baas. Dus we hebben het zo ingepland dat het toch komt. Ja. En het was donderdag toch hun trouwdatum, 22 juli. Dus we denken, nou het is niet anders. Het had zo moeten zijn. En het was echt de mooiste dag ever in juli. We hadden zo mazzel. We hebben heerlijk gevaren. We hebben het eten van Docks. Het restaurant zit erbij. Oh, was zo lekker. En het grappige is, Marie en Romee waren nog nooit geweest. En voor de kijkers misschien ook niet. Maar het is dus allemaal op één plek. Ja. Je hebt Docks restaurant, de Jachthaven en Havenleek. Het is allemaal 1 minuut van elkaar vandaan. Dus je kan alles super leuk met elkaar combineren. En dat hebben wij dus ook gedaan. Heerlijke huisjes, ook voor kindjes, babyproof. Leuk bad buiten. De mannen... Want ik zei namelijk eerst van, moet niet ieder een eigen huisje hebben? Want ik had het geen idee hoe groot het was. Nee, het geen idee hoe groot was. Maar het is gewoon echt een heel huis. Dus we hadden 2 huisjes. We hebben heerlijk gevaren en gegeten van de Docks. En toen buiten nog echt lekker op het terras gezeten. De mannen hebben nog een kano. Ze waren de weg kwijtgeraakt. Dat was ook super grappig. Maar ze hadden dus geen telefoons mee. Want mocht je van ons. Dus wij waren ons druk aan het maken waar ze nou bleven. Dus we hebben het echt top gehad. En als je denkt, stress met 3 baby's. Nou, de baby's waren helemaal relaxed. Iedereen heeft goed geslapen. Het was helemaal chill. Helemaal chill met het avondeten. Gewoon lekker met z'n allen. Oh, ik ben aan het inzoomen. Met z'n allen. Oh, andere kant. Jezus. Wat hectisch, sorry. Denken we zelf aan trouwen? Ik wil sowieso trouwen. Ja, Jill heeft mijn hoofd eraf. Oh. Ja, jij moet even vasthouden. Leg hem gewoon neer. Zo, jezus. Zo, ja. Denken we zelf aan trouwen? Ik sowieso wel, maar ik moet natuurlijk gevraagd worden. Maar ik ben eigenlijk ook nog getrouwd in Las Vegas. Jij bent er wel het meest bewust mee bezig van ons 3. Ja, en ik moet zeggen, Mike heeft me dan ook al voor de leuk in LA toen meegenomen naar Las Vegas. Dus we zijn voor het nep echt niet getrouwd al. Maar, ik moet nu wel zeggen, nu we een baby hebben. Ik was laatst bij de huis met Livia. Ze zegt Livia Flamand en Marie Reinders. Dacht ik wel van,
Dus ja, wij zeggen allebei ja. Ik wil, eerst nog meer baby's. En dan leuke bruidmeisjes. Misschien bruidjongetjes. Ik heb natuurlijk al. Dus dat vind ik wel leuk. Ik vind het heel stom dat wij niet op mama's papa's bruiloft varen. Nou, weet ik niet. En hoe is het met jouw verhuizing en verbouwing? Onze verhuizing gaat mega goed. Gaat echt heel snel. Dus in de volgende week vlog ga ik jullie hier allemaal van meenemen. We hebben echt al 2 etages erop. Het dak, de dakpannen zitten. Dus de hele kamerindeling. Het gaat meer de interieurkant op met de Rijners vlogs eventjes. En dat vind ik leuker om dus te doen. Dus blijf kijken, blijf abonneren. En dank jullie wel voor je begrip. Het is een beetje hectisch, maar het is... Ja, wij zijn ook allemaal druk. Mam, Bas, het is live.